Tegenover de informateur, ja, nu formateur Frank Hoeding-Wolder. We zijn er langzamerhand uit met die formatie van het hele gebeuren. U heeft er 29 organisaties gehad, verspreid over twee avonden, inspraakavonden, of waar men kon uiten wat men belangrijk vond. Hoe is dat allemaal verlopen eigenlijk? Wat kwam er eigenlijk een beetje naar voren eigenlijk? Ja, nou, leuk dat ik er weer mag zijn, André, dankjewel daarvoor. Ja. Ja, we hebben inderdaad, het schiet mooi op met de formatie. We zijn een heel eind en het einde is echt in zicht. Ja. Wat we eerst gedaan hebben is eerst anderhalf, twee weken echt input opgehaald. En dat is inderdaad bij alle maatschappelijke organisaties. Dus dan moet je inderdaad, iedereen kon daar zijn. Dus het was ook een heel breed palet van verenigingen. Het was een openbare zitting eigenlijk. Ja, zeker. In het gemeentekantoor twee avonden. En iedereen die wilde kon zich aanmelden. Ja. We hebben veel partijen uitgenodigd, maar we hebben ook mensen die niet uitgenodigd waren gezegd, meld je vooral aan, dat hebben we ook veel gedaan. Ja. Het ging eigenlijk alle kanten op, van verenigingen, de hengelsportvereniging, de scouting, tot en met mensen voor ouderenhuisvesting, de storm is er geweest, kortom, eigenlijk allerlei plumage. En iedereen heeft ons van input voorzien. Wat vinden zij nou echt belangrijk en wat vinden zij waar de komende 4 jaar aandacht voor moet zijn? En wat gaat u met die input allemaal doen? Want het is een groot terrein. Ja. Gaat dat allemaal als ingrediënt in die coalitieakkoord? Ja, een aantal dingen waar je zegt, daar zit wat in. Ja, overal zit wat in. Dus overal gaat er wat mee gebeuren. Ja. Maar het coalitieakkoord proberen we wel enigszins op hoofdlijnen te houden. Alle input wordt gebruikt en nemen we mee in de besprekingen. Dat zijn we nu aan het doen. We zijn nu de teksten aan het schrijven. Ja. Wat niet in die teksten komt, dat pakken de wethouders straks gewoon op in de komende 4 jaar. Dus wat ik weet is dat er actief met die insprekers zal worden gecommuniceerd van, goh, weet je, we hebben jullie gehoord en we gaan een keer gesprek doen of we komen een keer op locatiebezoek. Of, en dan gaat de komende 4 jaar wordt daar zeker wat mee gedaan en ik denk het komende jaar al wel. Het college kan natuurlijk niet alles tegelijk. Moet ook gewoon prioriteit stellen, dus echt niet iedereen is volgende maand aan de beurt. Ja. Maar er is goed geluisterd, we hebben ook alles opgeslagen voor de hele raad beschikbaar, niet alleen voor de coalitie, voor de hele gemeenteraad beschikbaar. En de wethouders gaan ermee aan de slag, maar je zult in het coalitieakkoord zeker een heleboel input ook terugzien. En we maken in het coalitieakkoord ook melding van alle partijen die ons van input hebben voorzien. Hè, want dat zijn die maatschappelijke organisaties, maar we hebben ook alle andere politieke partijen uitgenodigd om aan tafel te gaan met ons. Nou, 3 van de 4 hebben daar ook gebruik van gemaakt. En we hebben 2 volle dagen met ambtenaren gezeten die daar tijd voor hebben gemaakt, zelfs op een vrije dag. Dus dat werd ook zeer gewaardeerd. En die hebben ons ook over allerlei onderwerpen bijgepraat. En dat gebruiken we allemaal om te komen tot een goed coalitieprogramma. Ik denk dat de betrokkenheidsparagraaf wel een van de hoofdstukken zijn, denk ik, of niet? Er komt een bijlage bij waarin staat met wie we allemaal gesproken hebben, welke input we allemaal gehad hebben. Ja, en dat is een flinke lijst. Maar dat is hartstikke mooi, want daar kun je de komende 4 jaar ook echt mee aan de slag. Hè? Dit is een college en een coalitie die echt samen met de samenleving wil werken. Die ook zeggen van, joh, de politiek is er voor de samenleving en niet andersom. Ja, en dat begint bij input ophalen en daarna gaan ze nog heel veel meer in gesprek. Maar ik denk dat het een goed begin is en dat ze echt laten zien van, joh, wij willen het met de samenleving doen. Heerst er nog frustratie over die laatste 3,5 jaar? Kon u dat merken? Nou ja, weet je, er is veel vernieuwing in de raad. 12 van de 21 raadsleden zijn nieuw, dus dat helpt. We hebben het er wel echt over gehad. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat af te sluiten, want je wilt gewoon positief de toekomst in. En daarom hebben we ook alle andere politieke partijen uitgenodigd. Van, joh, kom op gesprek, geef aan wat jij belangrijk vindt. En waar we kunnen, proberen we daar ook echt rekening mee te houden. Zodat we bredere meerderheden hebben. En lokaal zijn de verschillen natuurlijk, in de campagne vergroot iedereen verschillen, maar lokaal zijn we natuurlijk ook over heel veel dingen eens. Hè? Hoeveel besluiten worden er wel niet raadsbreed genomen? Ja. En dus het is heel belangrijk om dat oude zeer ook echt af te sluiten, daar hebben we het uitgebreid over gehad, maar vooral ook positief naar de toekomst te kijken. En ik ervaar echt in de coalitiebesprekingen dat daar echt ook de wil voor is. Dus niet alleen met z'n drieën, maar echt met alle partijen in gesprek en kijken wat je samen kunt doen. Ja, dan krijgen we een coalitie voor Wendelswijk, CDA, Partij van de Arbeid. Had morgen daar geen plaats in, want qua uitgangspunten zou ze ook niet zo ver dan voor Winterswijk. Nee, eens als je de stemwijze ziet, bijvoorbeeld bij mijzelf kwamen voor Winterswijk en morgen bijna hetzelfde uit. Dus inderdaad, inhoudelijk denk ik dat ze elkaar op heel veel punten kunnen vinden. Dat is ook mooi, want dat betekent dat je richting de komende 4 jaar ook hopelijk heel vaak samen op kunt trekken. Mm. Maar goed, er zijn natuurlijk ook andere onderwerpen die meespelen in zo'n afweging van wie kan er nou het beste met wie. Dat heb ik ook uitgebreid toegelicht aan de gemeenteraad. En morgen heeft een aantal punten aangegeven waar met name voor Winterswijk
zich niet in kon vinden. Dus dat stond tegenover elkaar. Mijn opdracht was, ga in eerste instantie kijken of je met Voor Winterswijk een coalitie kunt vormen. Dat lukte. Alleen de verschillen met Morgen vanuit de gesprekken waren wat mij betreft te groot. Daarom heb ik gezegd, we gaan het eerst op een andere manier proberen. En anders moeten we terug naar de tekentafel. Nou, we zijn er op de andere manier uitgekomen. Dus vandaar dat we nu zitten met CDA en PvdA. Maar je hebt helemaal gelijk, Morgen heeft heel veel inhoudelijke overlap met deze partijen. Dus dat is hartstikke mooi, want dat betekent dat je de komende 4 jaar ook mooi samen op kunt trekken. Ja, maar er was toch wel redelijk wat kritiek op het vorige college als het ging om die betrokkenheid paragraaf, waar de Partij van de Arbeid ook een deel uitmaakte. Ja, ja, zeker. Daar is het veel over gegaan de afgelopen jaren. Hè. Dat heb ik als burger ook gezien. Ja. En daarom denk ik dat de nieuwe coalitie ook een hele goede start maakt. Of nou ja, bijna een coalitie dan, we zijn er nog niet. Ja. Maar ze maken denk ik een hele goede start met al die inspraakavonden, met de uitgestoken handen en andere politieke partijen. En ik weet ook zeker, want daar hebben we het ook veel over, dat ze dat de komende 4 jaar ook op die manier blijven doen. Dat betrokkenheid, betrokkenen paragraaf, inspraak, dat heel belangrijk blijft. Ja. Dus volgens mij maken we een hele goede stap in de goede richting. Ja, en PvdA zat inderdaad ook in het vorige college, klopt, zaten ook andere partijen in, zaten ook andere mensen in. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat de komende jaren hartstikke goed gaat. En ook daarvoor geldt, hè, als je positief de toekomst in wilt, moet je ook een bepaald hoofdstuk moet je afsluiten. En dat zijn we ook echt aan het doen. Ja, zo is het gegaan. Dat is echt niet altijd goed gegaan. Dat geeft ook iedereen toe trouwens. Dan is het ook een keer klaar. Fouten worden er ook gemaakt. En we gaan het nou op de goede manier de komende 4 jaar doen. Ja. Uitgerekend de Partij van de Arbeid had ook wat stemmen winst, hè? Ja, die kwamen er ten opzichte van de andere coalitiepartijen kwamen die er goed af. Ja. Nou, daar kun je ook een signaal uithalen. En zij hebben ook heel nadrukkelijk zich geconformeerd aan wat ook Voor Winterswijk, wat ook CDA zeggen. Die betrokkene paragraaf, hoe betrekken wij onze Winterswijkers erbij? Politiek is er voor de burger en niet andersom. Dat onderschrijven zij ook helemaal. Met andere woorden, dus we zitten helemaal op één lijn. En ik denk dat dat ook niet alleen de coalitiepartijen zijn, maar raadsbreed denk ik dat iedereen vindt, joh, laten we daar nou echt in investeren. Want daar hebben we de afgelopen jaren misschien wel iets te weinig gedaan. Ja. Qua wethouderskandidaten, CDA komt met Wim Wassink, Partij van de Arbeid met Elvira Schepers. Ja. Voor Winterswijk is ook bekend, Gosse Pessel en Sandra Metaal ten Dolle. Ja. Uitgerekend die twee hebben een behoorlijke Rabobank verleden. Ja, toevallig hè. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien heeft Tom stiekem wel aandelen bij de Rabobank. Nee, dat zal wel meevallen. Maar je hebt gelijk, dat toevallig hebben ze allebei een functie gehad? Ja, bij de Rabobank. Volgens mij kennen ze elkaar daar niet van, maar toevallig uit het verleden hebben ze wel bij dezelfde werkgever gewerkt. Rabobank is een grote werkgever, hè? Dus niet zo gek dat je daar af en toe mensen van tegenkomt. Maar we hebben wel echt een heel mooi college. Je hebt 2 dames, 2 heren. Je hebt van jong tot oud, met verschillende achtergronden. Wat ik ook heel goed vind is dat er mensen uit de praktijk zijn, dus niet van die beroepspolitici. Niet dat dat per se slecht is, maar ik heb liever mensen die ook gewoon met hun poot in de klei hebben gestaan. Nou, dat hebben ze. En het zijn heel verschillende mensen die elkaar ook goed kunnen aanvullen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie ik al wel in alle gesprekken, want we zitten elke week wel 3 keer met elkaar. De sfeer is goed, dus ik denk ook dat het een heel goed team gaat vormen, dat nieuwe college. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En naast dat ik denk dat er inhoudelijk gewoon een sterk college zit en dat ze ook echt heel erg betrokken zijn met de samenleving, denk dat het ook heel belangrijk is dat het een team is en dat goed gaat samenwerken. En dat stralen ze ontzettend uit al. Dus ik heb daar, ben daar heel positief over, moet ik zeggen. Ja, nou weten we dat u ook een politiek verleden heeft bij de Liberaal en bij de VVD. Ja. En Gosse Visser ook. Ja, klopt. Wij kennen elkaar inderdaad van de VVD. Ja. Dat klopt. Maar goed, wethouderskandidaat van Voor Winterswijk is natuurlijk niet aan mij. Dus ik wist dit ook niet. Nee. Dat is hun interne procedure. Toen ik hoorde dat Gos het werd, dacht ik, nou, dat is mooi. Ik kan goed met die man. Ik heb een heel goed verleden met hem, net als met Tom van Beek natuurlijk. Dus je ziet toch wat ex-VVD'ers die daar komen zitten. Nou, ik denk dat dat in zijn algemeenheid, is dat natuurlijk een landelijke trend. Dat steeds meer mensen bij lokale partijen zich gaan inzetten. Dan heb je wat minder last ook van de landelijke lijnen. Hè? Want dat merk je natuurlijk bij een partij als de VVD ook wel eens. Hmm. Ja, ik ben en blijf toch echt VVD-lid. En dat kan ook gewoon. Dat vindt ook niemand erg. Maar ik vind het hartstikke mooi om er te zitten. En ik ken Gosse goed. Ik ken Tom goed. Maar ik ken Elvira goed uit het verleden. Wim Elverding zitten. Sandra Prinsen. Allemaal mensen die ik goed ken. Jeanette Poels. Ja. Dus hartstikke mooi om met dat soort mensen die toch al echt sommige al tientallen jaren hè, betrokken zijn bij Winterswijk. Die zetten zich echt al 10, 15, 20 jaar in voor onze gemeente. En dat is hard werken. Nou, het is toch hartstikke mooi dat die mensen nu samen in de coalitie terechtkomen.
Ja, rond het jaar 2006 hebben we de VVD, maar dan had je ook Winsrechts Belang die toen opkwam. Ja. En toen werd altijd gezegd, ja, dat is de VVD 1 en VVD 2. voor Winsrechts, is dat VVD 3? Nee, dat denk ik niet. Wat je ziet is, die hebben echt hun eigen programma, hun eigen geluid. Ja. Ik denk trouwens dat dat bij Winsrechts Belang ook zo is, want we hebben toen ooit een keer die advertentie gezien. Hè? De ene van Winsrechts Belang stemde VVD, maar de andere stemde GroenLinks. En CDA, de derde stemde CDA, de vierde Partij van de Arbeid. Dus ik denk dat Winsrechts Belang ook geen VVD 2 is. Ja. En ik weet zeker dat voor Winsrechts geen VVD 3 is. Die hebben echt hun eigen programma, hun eigen verhaal. Net zoals al die andere partijen dat hebben. En dat is ook goed. Ik denk wel dat je lokaal gezien vaak heel veel overlap hebt. Maar dat is ook maar goed ook, want ze zitten er allemaal op voor het belang van Winterswijk. En ik denk dat we het heel vaak eens zijn over de richting. Hoe je er komt, daar heb je wel eens nuanceverschillen in. Hè? Duurzaamheid vinden we allemaal belangrijk. Moet die windmolen er komen? Ja, dan denkt de een wat anders over dan de ander. Maar volgens mij is voor Winterswijk een hele gemengde club met allerlei pluimage. En dat is ook mooi, hè? Dat versterkt elkaar. Dat zien we in de voorgenomen coalitie. Dat zien we in het voorgenomen college. Ja, en dat zie je ook bij zo'n partij. Hartstikke mooi. Ik heb een hele andere vorm van politiek wat we gemist hebben, met name die 3,5 jaar. Nou, als je het hebt over dat de samenleving heeft ervaren dat ze niet altijd betrokken zijn. Ja, er is ontzettend veel verzet geweest. Ja, er is veel verzet geweest. En, ja. Nou, de ene groep was maar een paar mannen, maar er waren ook hele grote groepen die kwaad waren op het vorige college. Ja, dat klopt. Ik heb daar geen oordeel over, want ik ben er niet bij geweest. Maar het klopt, dat zie ik ook, dat de samenleving er zo op gereageerd heeft. Zie je ook terug in de verkiezingsuitslag. Ja. De wethouders die worden binnenkort geïnstalleerd. In de maand juni? Ja. De bedoeling is, wij zitten nu op het punt dat wij de teksten aan het, die hebben we geschreven en die zijn we aan het fijnslijpen. Dat is dat coalitieprogramma. Jazeker. Ja. En dat verwacht ik dat we zeg maar eind volgende week dat we een concept hebben. Dan is het proces dat we dat ook nog langs de burgemeester doen. Die mag daar wat van vinden. En dan zijn we op een punt dat we inderdaad zeggen, nou dan gaat het eerst naar de raadsfracties. Hè, wat we de hele tijd al doen. Eerst wordt de raad geïnformeerd, dan pas de rest. Want de raad is uiteindelijk het belangrijkste, want dat is het politieke orgaan van de gemeente Winterswijk. En daarna de rest. Dus dan komt er een persconferentie. Dan gaan we de pers informeren. De leden uiteraard van de coalitiepartijen kunnen er nog wat van vinden. En dan medio juni, en we mikken op 14 juni, daar lijkt het nu op, hebben we een extra raadsvergadering. Dan wordt het coalitieprogramma gepresenteerd. En officieel wordt dan 15 juni, 's ochtends, wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Want zo werkt dat. Dus daar mikken we op. Ja, maar op het gemeentehuis, hè, want dat is het eerste vergadering van een nieuwe college, zo werkt dat. Maar dinsdagavond 14 juni, als alles goed gaat, en daar lijkt het wel op, hebben wij een raadsvergadering en dan presenteren we het coalitieprogramma. Dus dat betekent dat we 14 juni ook afscheid nemen van het oude college, wat er nog zit. Ja, dat denk ik wel. Maar Frink heeft al zo'n ontslag genomen dat die raadsleden worden in Venlo. Ja. Ja, nou ik ga natuurlijk niet over het afscheid. Frink is al weg, dus daar houden we niet veel over. Ja, Elvira die gaat prolongeren. Ja, maar Henk-Jan neemt dan als enige echte officiële wethouder eigenlijk afscheid. Ja, ik weet niet of dat op die avond gebeurt, want daar ben ik natuurlijk niet bij betrokken. Dat regelt de gemeente. Ja. Maar dat zal ongetwijfeld ergens rond die tijd zijn. Dat is ook heel belangrijk, hè. Kijk, wat je ook vindt van wat er wel of niet goed gegaan is. Maar ook die mensen hebben zich heel hard ingezet voor Winterswijk. En een wethouder is ook geen gemakkelijke baan, laten we eerlijk zijn. Dus ik denk ook dat je dat soort mensen absoluut een goed afscheid moet geven. Want dat verdienen ze ook gewoon. Hebben hard gewerkt voor onze gemeente. Ja, maar ligt ook op je vingerspitsen beviel het als wethouder. Je hebt het of je hebt het niet. Ja, dat is waar. Maar wethouder is gewoon geen gemakkelijke baan. Ik ben 7 jaar raadslid geweest. Vond ook niet iedereen mij altijd aardig. En je doet echt je best. Ja, maar ligt ook hoe je daarmee omgaat en communiceert met die mensen. Ja, nou daar ben ik allemaal niet. Ik ben toch volksvertegenwoordiger geweest. En die anderen die komen er nu bij aan. En die zeggen, we willen het beste maken voor Winterswijk. Nou, dan doe dat dan ook. En dan doe het dan op een soepele, relativerende manier. Ja, nou ja, ik ben er niet bij geweest. Dus ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Hè. Er zitten natuurlijk ook altijd twee kanten aan een verhaal. Ook als je een nieuw college hebt en een nieuwe coalitie. Zullen er ook mensen zeggen, ja dit doen ze niet goed, dat doen ze niet goed. Hè, in de politiek doe je het nooit voor iedereen goed. En ik ben er niet bij geweest. Ik wil er ook geen oordeel over hebben. Maar wat je er ook van vindt. Het vorige college en de vorige coalitie hebben hartstikke hard gewerkt voor Winterswijk. En ik vind dat je altijd mensen daarvoor moet bedanken. Op de inhoud mag je het oneens zijn, maar op het persoonlijke hebben die mensen gewoon keihard gewerkt voor Winterswijk. En ik persoonlijk heb daar als Winterswijker gewoon heel veel waardering voor. Voor alle wethouders en alle raadsleden van alle partijen. En we gaan nu een nieuwe periode in. En als ik kijk hoe het nu gaat met de coalitiegesprekken, maar ook met de openbare gesprekken, met alle insprekers, met de andere partijen, dan denk ik dat we een hele goede 4 jaar tegemoet gaan. Goed, en hoe zijn die bevindingen als informateur en formateur in die maanden? Hoe is dat u bevallen? Ja, ontzettend leuk om te doen. Echt, het is wel hard werken. Ja. Dus ik ben niet zo heel veel thuis. Maar alleen, ik probeer wat tijd te maken voor de kinderen. Maar voor de rest ben ik veel aan het werk. Ja. Maar
Het is toch ontzettend mooi om een heel kleine bijdrage te kunnen leveren aan de komende 4 jaar voor Winterswijk. Dus ja, ik zou het zo weer doen. Ik vind het hartstikke mooi. Dus over 4 jaar weer formateur of informateur Frank Woningal? Dat weet ik niet. Dat is aan de partijen die dan weer een coalitie willen vormen. Ja. En misschien zijn ze me na deze periode wel helemaal zat. Want ik ben best wel een strenge voorzitter. En het is ook mooi om iemand anders de kans te geven. Maar als ze me weer vragen, zeg ik geen nee. Zou je dat ook van andere gemeenten willen? Want dat gebeurt ook regelmatig, hè? Ja, nou ja, weet je, mocht die vraag komen, ga ik er dan over nadenken. Ja. Ik woon in Winterswijk, ik ben geboren en getogen in Winterswijk en het gaat me aan het hart. Dus daarom doe ik het nu heel graag, vind ik hartstikke mooi om te doen. Als het in een andere gemeente echt nodig is, nou, denk ik ook niet dat ik nee zeg. Maar ik vind het vooral mooi om te doen in mijn eigen gemeente, want ja, hier woon ik, hier leef ik en hier hou ik van. Dus nou, dat doe ik het graag. Nog bedankt voor je toelichting en veel succes wel. Graag gedaan, dankjewel. Zo.